Dit is TV 48, uitgebreid avondnieuws voor Suriname, zaterdag 10 februari 2024. Ik ben Elinor Goede en dit is TV Journaal voor iedere Surinamer en vrienden van Suriname. Integraal sociaal programma is om ervoor te zorgen dat alle sociale voorzieningen, niet alleen die bij sociale zaken, maar ook bij volksgezondheid, bij onderwijs, bij TCT, dat alles wordt samengebracht en dat we van daaruit ook gaan coördineren en ervoor zorgen dat de uitkeringen voor de behoeftigen ook bij de behoeftigen terechtkomen. Bij sociale zaken zijn er 4 basisuitkeringen en we hebben koopkrachtversterking. Normaal was het zo dat de koopkrachtversterking in de maand daarna volgde. We zijn in januari begonnen om de koopkrachtversterking uit te keren binnen de maand waarin de mensen er recht op hebben. Verder zijn er niet noemenswaardige achterstanden, maar waar er dus achterstanden zijn, bijvoorbeeld uitbetalingen in het binnenland, daar zijn er wat andere oorzaken die achterstanden veroorzaken, maar daar zijn we ook mee bezig. Het vervolgtraject is dat we vandaag hebben we gesproken over de stand van zaken, knelpunten die er zijn. Bijvoorbeeld een van de zaken is dat bij de uitreiking van de moneycardas niet iedereen die moneycardas komt ophalen. We gaan even kijken hoe we de mensen beter kunnen bereiken, zodat ze hun moneycardas wel komen ophalen. Dat is dus een van de dingen. Verder gaan we meer doen aan de communicatie en de overige knelpunten die we hebben geconstateerd. Het is gebruik dat als ik als ambassadeur in Suriname vertoef, ik mijn ronde en mijn opwachting maak bij de president van de Republiek Suriname. Dat heb ik ook vandaag gedaan. Er is wat extra dimensie aan toegevoegd, omdat wij van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om ons jaarverslag, dat is het jaarverslag 2022-2023, van de Surinaamse ambassade te New Delhi aan te bieden aan het staatshoofd. Ons jaarverslag geeft een beeld van de activiteiten die de ambassade heeft ondernomen in New Delhi voor wat betreft de relatie Suriname en India. En het leek ons van belang dat wij vandaag ceremonieel en officieel ons eerste nummer, ons eerste exemplaar aan de president hebben doen toekomen. De ambassade heeft zich in de afgelopen periode toegelegd op een aantal activiteiten, hoogtepunten, die in ons jaarverslag worden uitgebeeld, zijn het bezoek van de president van de Republiek Suriname aan India in januari 2023. Het bezoek van de president van India aan Suriname in juni 2023. Ter bijwoning van de festiviteiten in het kader van 150 jaar Hindustaanse immigratie. We hebben bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken in december 2023 aan India. Minister Buitenlandse Zaken aan minister Buitenlandse Zaken India, ter bijwoning van de Joint Commission, de High Level Joint Commission Meeting tussen Suriname en India. En daartussen hebben wij ook een aantal werkbezoeken gehad van diverse ministers. Dat zijn de hoogtepunten. Daartussen heeft de ambassade natuurlijk veel activiteiten ook uitgevoerd in India zelf. Contacten aangegaan met diverse organisaties, met diverse instanties. Activiteiten bijgewoond en daarvan is verslag gedaan in ons jaarverslag en die is vandaag dan gepresenteerd aan de president. Daarnaast hebben wij ons beleidsmatig deel ook gepresenteerd met de verantwoording ten aanzien van de besteden financiën dat gebruikelijk is binnen onze administratie. All with all hebben wij getracht om ons jaarverslag zo beknopt mogelijk weer te geven en dat aan de president vandaag aan te bieden. Dit is een reguliere activiteit die de ambassade ter hand zal nemen om op jaarbasis verslag te doen van de werkzaamheden die de ambassade namens de Republiek Suriname uitvoert in het buitenland. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de president ook een gift aan te bieden. Dat betreft een replica van de Sri Ram Mandir. U weet dat onlangs op 22 januari jongstleden een wereldgebeurtenis, een gebeurtenis van wereldformaat zich voorgedaan heeft in Ayodhya, dat is in Uttar Pradesh en het betreft de opening van de Sri Ram Mandir. Het heeft een rijke geladen geschiedenis, een geschiedenis die vele honderden jaren teruggaat in de tijd en de heropening van de Sri Ram Mandir
kan aangemerkt worden als een wereldgebeurtenis. Een gebeurtenis die vele landen heeft doen focussen op het belang en de waarde die Shri Ram binnen het hindoeïsme vervult. En daarvan hebben wij, van de opening van de Shri Ram Mandir, hebben wij vandaag een replica overhandigd aan de president van Suriname. Dat is een gift van de Surinaamse ambassade te New Delhi, van ons, aan de president van Suriname. Suriname heeft namelijk op twee gelegenheden ook een kleine bijdrage geleverd aan de Shri Ram Mandir. De eerste betreft namelijk dat water van Suriname, en om specifiek te zijn, water van de Suriname rivier, is in een lotta vervoerd van Suriname naar India om onderdeel te zijn van de wat aangeduid werd als de Jal Abhishek ceremonie dat in april 2023 heeft plaatsgevonden in het kader van de bouwwerkzaamheden van de Shri Ram Mandir. En tweede bijdrage die Suriname heeft geleverd betreft een schriftelijke boodschap van de president van Suriname ter gelegenheid van de ontwikkelingen en de opening van de Shri Ram Mandir. En de president heeft dit gedaan in navolging van de koning van Bhutan, de president van Sri Lanka en de premier van Fiji. Is hij een van de weinigen die op schrift een boodschap heeft opgestuurd. En daarvan mogen wij met trots ook terugblikken dat Suriname een passende en een bijdrage heeft mogen leveren aan de Shri Ram Mandir. Het jaar 2023 was inderdaad op voorstel van India door de Verenigde Naties uitgeroepen als de Year of the Millets. De minister van LVV, minister Shudin, was in maart 2023 aanwezig in New Delhi om te participeren aan de internationale conferentie betreffende millets. En daarvan zijn ook wat voorstellen geformuleerd en al reeds gedeponeerd bij de Surinaamse autoriteiten. En de mogelijkheden worden nagegaan om millets in Suriname te introduceren. Tijdens het overleg werd ook gesproken over knelpunten en verbeterpunten, zoals de uitreiking van moneykaarten en communicatie. De regering blijft zich inzetten voor een efficiëntere dienstverlening en een verbeterd welzijn van de gemeenschap. Daarnaast werd tijdens de regeringsverklaring besloten tot het volledig invoeren van vrij verkeer binnen de regio, met het oog op de single market en de economie. Ook werden presentaties gegeven over de aanstaande verkiezingen en het belang van topklinische zorg in Suriname. Het jaarverslag van de Surinaamse ambassade te New Delhi werd overhandigd, met daarin hoogtepunten van de relatie tussen Suriname en India. Ook werd een replica van de Shri Ram Mandir aangeboden als symbool van de nauwe banden tussen de landen. Verder werd tijdens de 11e gemengde werkgroepvergadering tussen Suriname en Nederland gesproken over de terugname van wederzijdse onderdanen, met als doel een menswaardige behandeling en reïntegratie te waarborgen. Het Wereld Natuurfonds, WWF, heeft aangekondigd dat het enkele nieuwe projecten zal uitvoeren in Suriname en Guyana. Marleen van Charante Stoffelen, Communications Officer van de organisatie in Suriname, bevestigt dit in een gesprek met de nieuwsdienst. Ja, nieuw is dat wij een Sustainable Forest Livelihoods project hebben. Dat is vanuit de EU wordt dat gefinancierd. En dat het speciale daaraan is dat het een project is dat in Suriname en Guyana gelijktijdig plaats gaat vinden. Dat is nu in de inception phase wordt dat genoemd. Dus er wordt heel veel gesproken met gemeenschappen over wat we dus gaan uitrollen allemaal tijdens dat project. Maar het is de bedoeling dat het dus zorgt voor duurzame bronnen van inkomsten voor gemeenschappen in ons binnenland. De WWF-woordvoerder legt uit dat momenteel gesprekken worden gevoerd met gemeenschappen om toestemming te verkrijgen voor de uitvoering van de projecten. Een opmerkelijk nieuw project is het Forest Livelihood project dat gefinancierd wordt vanuit de EU. Wat dit project bijzonder maakt, is dat het tegelijkertijd in Suriname en Guyana zal plaatsvinden. Momenteel bevindt het project zich in de opstartfase, waarbij uitgebreid wordt gesproken met gemeenschappen over de beoogde uitrol van het project. Het doel is om duurzame bronnen van inkomsten te creëren voor gemeenschappen in het binnenland. De nieuwe projecten zullen naar verwachting rond mei van dit jaar van start gaan. Van Charante Stoffelen benadrukt echter dat de reguliere projecten met betrekking tot de bescherming van jaguars en schildpadden gewoon doorgang zullen vinden. Dus waar we inderdaad in de background hard voor hebben gevochten is zwaardere straffen
op stropen. En als men dus nu gepakt wordt met schildpad eieren bijvoorbeeld, dan is het buitenproces, ga je direct de bak in. En dat hebben we ook echt gedaan. Dus we, niet wij, maar dat kunnen natuurlijk, wij zijn niet bevoegd om mensen de gevangenis in te gooien. Maar de overheid wel. Dus de partners waarmee wij samenwerken, natuurbeheer, en die werken weer met de politie, die voeren dat ook uit. En we zien dat dat wel afschrikt. Ze legt uit dat er achter de schermen hard is gewerkt om strengere straffen op stropen te realiseren. Als gevolg hiervan worden overtreders direct gearresteerd en vervolgd. Wat heeft geleid tot een duidelijke daling in het aantal stroperijgevallen. De communications officer benadrukt dat dit succes mede te danken is aan de nauwe samenwerking tussen het WWF, natuurbeheerorganisaties en de politie. Door gezamenlijke inspanningen wordt stroperij effectief bestreden, wat een positieve impact heeft op de bescherming van de natuur en het behoud van bedreigde diersoorten. Verder in het nieuws. EBS presenteert subsidiemodellen, het IMF sluit de vijfde evaluatiemissie af en ministers bespreken mensen met een beperking. Het Lions Eye Screening project biedt gratis brillen aan, terwijl EBS een lage waterstand rapporteert. IMF benadrukt vooruitgang en beleidsuitvoering. We hebben de behoefte om de gemeenschap te informeren over de voltooiing van de vijfde IMF review. Dat is de 3-maandelijkse evaluatie van hoe het programma loopt en waar we staan en wat er te doen valt. Als we kijken naar wat de pers de afgelopen dagen al rapporteert, dan is duidelijk dat wij hele goede review mochten verwachten. Dat is ook, dat komt ook uit. Zodanig zelfs dat wij bezoek krijgen van hooggeplaatste gasten die ook aangeven dat ze zelf willen zien hoe dat gaat en hoe het lukt. Zelf willen praten met het leiderschap in Suriname, maar ook met de gewone mensen. Hoe lukt het de Surinamers om bereik te hebben wat we in hele korte tijd bereikt hebben met elkaar. Het vooruitzicht is goed. De economie herstelt. De indicatoren worden allemaal beter en in de woorden van de president, ook met het IMF bespreken we hoe zo goed als mogelijk die macro-economische resultaten te vertalen naar stabiele lagere prijzen, stabiele koersen voor iedereen. Het feit dat het weer makkelijker wordt om te bouwen, om aan je dagelijkse spullen te kopen, je levensbehoeften te voorzien. De beleidszaken met het IMF zijn uitgediscussieerd. We praten niet meer over beleid, dat komt wel aan de orde, maar de beleidszaken, daar is overeenstemming over, waar we vooral heel veel aandacht aan geven in de resterende tijd van dit samenwerkingsprogramma, is uitvoering. En uitvoering bij de inkomsten, belasting en douane, uitvoering bij public sector reform, hervorming van de overheid, zodanig dat dat we een sterke overheidssector hebben met mensen die goed werken. En er zijn een heleboel mensen in onze overheidssector die zich keihard inzetten dagelijks. Die verdienen beter. Er zijn mogelijkheden besproken in deze review hoe die inkomsten beter gemaakt kunnen worden. Dat is door dat overheidsapparaat efficiënter te maken. Doorgaan met public sector reform. Doorgaan met het verwijderen van mensen die niet presteren. Spookambtenaren. Er is verder, staat op de agenda dat we moeten praten over elektriciteitstarieven. De gemeenschap weet dat wij vorig jaar, toen we probeerden de brandstofprijzen te subsidiëren, gesubsidieerd te houden, laag te houden, dat de hele economie in problemen bracht. De koersen deed stijgen, de economie in problemen bracht, in onrust. Dat op het moment dat we dat geregeld hadden, dat daarmee de brandstofvoorziening gegarandeerd was en dat daarmee ook rust was geschapen in de gemeenschap, maar ook in de koersen en in de prijzen. Een vergelijkbare situatie speelt bij elektriciteitstarieven. Dat is dus een van de zaken die we ook moeten uitvoeren. En er zijn nog wat zaken waarvan wij die noemen, die
hete structural benchmarks. Die zijn belangrijke maatregelen die getroffen moeten worden. Er is op de agenda van de Assemblée zit er wat wetgeving. Er zijn bij de Centrale Bank en het Ministerie van Financiën zijn wat maatregelen die nog uitgevoerd moeten worden. En waar op sommige punten een klein beetje vertraging ontstaat. Niet omdat er onwil is, maar omdat gewoon die agenda veel te druk is. Maar het gaat de goede kant op. Die goede vooruitgang is geen toeval. Die goede vooruitgang is het resultaat van hard werken, van saamhorigheid van de Surinaamse gemeenschap, van het brengen van offers, van leiderschap, van goede communicatie. En die saamhorigheid en dat leiderschap, die goede communicatie, dat is met de regering, met DNA, met de vakbeweging, met het bedrijfsleven en met de gemeenschap. Wij, als er goede resultaten zijn, als wij dit land weder opbouwen, als de economie herstelt, dan is dat dankzij de offers en het werk van alle mensen in dit land. Met steun van het IMF. Very fruitful discussions with the Ministry of Finance, the Central Bank, Ministry of Social Affairs, other ministries. We are very happy with the results of our discussions. We are fully aligned on the objectives of the program and on the way that we get there. We are thinking, we're discussing like colleagues. We're never in a position to preach, but rather to solicit the ideas from our counterparts in the government, seeing what works, what could be practical solutions. I am very hopeful that the review will be completed successfully. It will, after we iron out all the remaining issues, we need to go to the board in mid-March. And I'm very hopeful that the review will be quite successful. But at our level, we have no disagreements. We are fully aligned at our level. Now, how the report would look like? My approach has always been to appreciate and acknowledge of the hard work that has been done and of the progress that has been made. And indeed, Suriname can be very proud of this recent progress. The sacrifices that the population has made and the hard work of both the Ministry of Finance in keeping the fiscal discipline and of the Central Bank in keeping monetary discipline is reflected in the macroeconomic stability that has been restored. And actually, it has been restored even quicker than we expected because the inflation has come down quite significantly, the exchange rate has stabilized, people have more confidence in the SRD, you see activity on the street that is happening. The common man cares that the prices of goods remain the same as they were a week ago, and that's where he sees the stability. Growth has picked up. Of course, we would like to see a higher level of growth, but overall, I think that the sacrifices that the population has made is already reflected in the achieved macroeconomic stability. Now, that being said, it's important not to rest on laurels, so to say, but to keep the reform momentum going. There is always a temptation after stability is achieved to just relax and let things go and to spend more. So in that regard, it is very important to abide and execute this year's budget in line with the program targets. This have been set in a way so as to achieve and preserve macroeconomic stability. There is enough space for social programs and for quality infrastructure investments. Those types of spending would benefit the population. If there is only throwing money at the program on consumption, it would only feed inflation. So this is why it's important to execute the budget prudently in line with the agreed targets and in line with the budget that has been enacted. On the reforms that need to proceed promptly, public sector reform. It's an incredible achievement
that No Work, No Pay Act has been enacted by the National Assembly. It took 60 years. That's a long time. And I think it's a great achievement because it allows government to get rid of ghost workers. Ghost workers are a dead weight on the public sector, and they don't come for free. In fact, if all the ghost workers were removed tomorrow, 5,000 people, then when in the middle of the year, when the negotiations with the union would reopen, there would be space for a 15% salary increase for an average public sector worker. But if there is very slow progress with a few hundred here and there, there will not be enough space for any meaningful increase in public sector wage. So indirectly, every single public servant who is working hard is currently subsidizing and paying for the ghost workers in terms of their own low salaries. And that is not a sustainable situation. The pain is especially acutely felt the more high-skilled and more experienced public sector workers become, because the government is not able to compensate those people for the skills that they have. De meeting was gepland om de mensen met een beperking aan te horen, de knelpunten aan te horen. En om, de bedoeling was eigenlijk dat er een platform gevormd zou worden, dat de focal point zou zijn voor de regering. Maar dat is niet gebeurd vandaag. Er is een voorstel vanuit de groep die hier aanwezig was, dat de focal points dan per mail zullen worden gestuurd. Dat ze dat onderling nog in gesprek gaan en dan dat we dat achteraf van hun krijgen per mail. De helpdesk is om de problemen van de mensen, want er zijn heel veel problemen. Omtrent KKV, ook uitbetalingen. En dat de vragen dan gestuurd worden naar de helpdesk. En dat er van daaruit dan oplossingen, of ja, dat de vragen beantwoord worden vanuit de helpdesk. Want ik krijg persoonlijk heel veel vragen. En het zou dan veel makkelijker zijn dat de vragen worden opgevangen door de helpdesk en dat er van daaruit aan oplossingen worden gewerkt. Ja, dus er wordt ook, want er is geen afdeling voorlichting op het ministerie van Sociale Zaken. Ik ben het zo komen aantreffen. En ik wil toch wel dat er zo gauw mogelijk daaraan gewerkt wordt, aan een communicatieunit. Daar wordt er nu ook aan gewerkt. Ook in samenwerking met het kabinet van de president, dat dat dan zo snel mogelijk komt, zodat de gemeenschap op de hoogte wordt gehouden van alles. Dus dat wat ik al net zei, er zullen dan focal points worden aangewezen en die krijgen we dan per mail. En van daaruit zullen we dan contact onderhouden met de focal points en dan verdere stappen uitstippelen. Even voor de leek, wat bedoelt u precies met focal points? Dus vanuit de groep die hier vandaag aanwezig was, zullen er focal points worden aangewezen. Dat bepalen zij zelf en die krijgen we dan per mail toegestuurd. En vervolgens stappen zullen dan, afspraken zullen dan gemaakt worden met die focal points. Dus de bedoeling was eigenlijk een platform samen te stellen. En die zou dan gesprekspartner zijn van de regering, maar dat is niet gebeurd. Dus dan moeten zij dan hun focal points, de mensen voorstellen, waarmee er dan verder gesproken zal worden. Want we kunnen niet met een hele grote groep blijven praten. Dus zullen we dan met die focal points in contact blijven. De registratie is echt storm gelopen. We hebben een link beschikbaar gesteld. We hadden heel campagne gepland. Maar we hebben die link beschikbaar gesteld en binnen 2 dagen moesten we het weer afsluiten. We hadden in totaal iets van bijna 3500 mensen die geregistreerd waren voor Paramaribo. Sorry. Maar we kunnen maar 600 mensen per dag aan. Dus we hebben op een gegeven moment sms'jes gestuurd naar mensen. We hebben natuurlijk een selectie gemaakt uit die 3500 mensen. Op basis van wie eerst heeft geregistreerd. Dus zo hebben we dat gedaan. En die mensen hebben dus een sms'je gehad dat ze vandaag aanwezig kunnen zijn met hun tijdstip. En de andere mensen hebben we moeten zeggen dat we op dit moment ze niet kunnen helpen. En dat we ze op de hoogte zullen houden van toekomstige activiteiten.
We gaan met deze missie, het is 4 dagen lang, vandaag zijn we in Paramaribo. We zijn morgen in Lelydorp. En dan hebben we de 3e en 4e dag zijn we in Brokopondo Centrum, waarbij we alle omliggende dorpen van Brokopondo, district Brokopondo, halen naar Brokopondo Centrum om gescreend te worden. Alle registraties zijn al binnen voor alle districten. We hebben nog geen volgende missie als Lions gepland. We willen dit eerst doen, is onze eerste keer. En natuurlijk evalueren en kijken hoe we de volgende keer doen. Maar we hebben wel voldoende brillen gehad om deze missie te kunnen uitvoeren. En daarna hebben we nog brillen over. Dus zijn we alvast in een samenwerking met LATAM. De United States Air Forces die komen over een week ook voor een missie naar Suriname, waarbij ze tandheelkunde zullen doen en ook vissen. Dus die zullen dus zijn in het regionaal ziekenhuis Wanica en in Brokopondo met een optometrist. Dus daar zullen ze 2 weken lang eigenlijk ook soortgelijke diensten aanbieden. En wat wij dus gaan doen, want de Amerikanen van onze missie gaan dus weg op dinsdag. Is dat we de brillen beschikbaar stellen aan die missie, waardoor de mensen die daar gescreend worden dus ook een bril daar kunnen krijgen indien dat nodig is. Ons streven is met deze missie in die 4 dagen 2400 mensen te screenen. En natuurlijk op basis daarvan zullen we nagaan, moeten ze doorverwezen worden naar de Suriname Eye Center of moeten ze gewoon een bril hebben. En dan zullen wij nagaan in ons systeem als we een bril hebben op sterkte voor hun. Dus dat krijgen ze dan gelijk mee, een gratis bril. Maar indien ze verder voor onderzoek moeten, hebben we ook een oogarts hier, dokter Denise Doelwit. En we hebben afspraken met de Suriname Eye Center om een lijst dat ze op te sturen met de mensen die doorverwezen moeten worden. En dan zullen er afspraken gemaakt worden met die mensen. Lions had eigenlijk alles al ready qua organisatie, ook de artsen die mee zouden doen, de oogartsen die uit het buitenland mee zouden komen voor de mission. Maar ze zaten nog vast met financiën voor de logistiek. En toen hebben ze ons benaderd, uitgelegd waar het project over gaat en wat de impact zou zijn in de Surinaamse samenleving. En toen waren we blij om mee te doen en als partner te participeren. We hebben 3 pilaren binnen onze community social responsibility. We hebben access to energy en daar is het eigenlijk belangrijk dat mensen toegang hebben tot reliable energy. We hebben environmental stewardship en dan hebben we ook community well-being. En community well-being is eigenlijk, spreekt voor zich, met een goed, gezonde en happy community krijg je dat het land welvarend wordt. En deze mission ging om het testen van mensen hun ogen of het screenen van mensen hun ogen om daarmee eigenlijk te kijken in hoeverre er eventuele problemen zouden kunnen komen in de toekomst. Maar ook als mensen een bril nodig hebben, ze helpen aan een bril. In deze economische tijd is het moeilijk voor een heleboel mensen in de samenleving om brillen aan te schaffen. En het paste dus gewoon heel goed binnen onze pilaar community well-being. Er zijn verschillende stations, dus de mensen komen binnen, een first screening wordt gedaan en daarna eigenlijk wordt er verder onderzoek gedaan naar verschillende oogproblemen, zicht, maar ook glaucoom en dat soort dingen worden getest. En als ze daarmee klaar zijn en ze een bril nodig hebben, dan mogen ze kiezen uit een assortiment aan brillen met die sterkte die ze nodig hebben. En dan zijn de mensen hopelijk happy en kunnen ze met beter zicht naar huis. Degenen die niet geholpen kunnen worden, meteen die worden doorverwezen. Misdaad. De recente arrestaties van BM en SV door de narcotica-brigade in Suriname hebben opnieuw de aandacht gevestigd op de voortdurende strijd tegen drugsmokkel in het land. De aanhouding van BM, die wordt verdacht van het verzenden van een postpakket met 200 gram cocaïne, en de daaropvolgende arrestatie van SV, die wordt beschuldigd van het verstrekken van de drugs, zijn belangrijke stappen in het aanpakken van deze zorgwekkende kwestie. Deze gebeurtenissen dienen niet alleen als een herinnering aan de voortdurende inspanningen van wetshandhavingsinstanties om drugshandel te bestrijden, maar ook als een waarschuwing aan potentiële overtreders. Drugsmokkel is een ernstig misdrijf met verstrekkende gevolgen, niet alleen voor de individuen die betrokken zijn bij de handel, maar ook voor de samenleving als geheel. Het is belangrijk dat het publiek zich bewust blijft van de ernstige consequenties van drugsmokkel en de schadelijke effecten ervan op de samenleving. De aanhoudingen van BM en SV benadrukken de vastberadenheid van de autoriteiten om dergelijke criminele activiteiten te bestrijden en te voorkomen dat drugs de straten van Suriname overspoelen.
Deze arrestaties zijn een herinnering aan het feit dat drugshandelaren niet ongestraft zullen blijven en dat de wetshandhavingsinstanties voortdurend waakzaam zijn in hun inspanningen om de veiligheid en het welzijn van de samenleving te waarborgen. Het is van vitaal belang dat iedereen zijn steentje bijdraagt door verdachte activiteiten te rapporteren en samen te werken met de autoriteiten om onze gemeenschappen veilig te houden. De toegang tot onderwijs blijft een grote uitdaging voor de Wayana-dorpen in het zuidoosten van Suriname, met Kawemhakan als schrijnend voorbeeld. Hier hebben kinderen al meer dan 30 jaar geen school, waardoor ouders gedwongen zijn om hun kinderen naar Frans Guyana te sturen voor onderwijs, wat financieel en logistiek zwaar is. Stichting Mulokot probeert dit aan te pakken met een kennis- en educatiecentrum, maar er blijft een tekort aan schoolspullen en er is geen toegang tot vervolgonderwijs na de basisschool, waardoor leerlingen hun vertrouwde omgeving moeten verlaten. Dit benadrukt de dringende behoefte aan meer steun voor onderwijs in deze gemeenschappen. Ondanks de vastgelegde afspraken en publicatie in het Staatsblad, wachten duizenden werknemers nog steeds op de beloofde aanpassing van het minimumuurloon, dat volgens het ministerie op 1 februari 2024 zou worden doorgevoerd, in plaats van de oorspronkelijke datum van 1 januari. Deze vertraging roept vragen op over de prioriteiten van de regering en de invloed van bedrijfsbelangen op het beleid. Minister McAndrew lijkt de belangen van de laagst betaalde niet hoog op de agenda te hebben staan, zoals eerder bleek toen een eerdere voorgestelde verhoging werd teruggedraaid na vermeende consultaties met het bedrijfsleven. Dit gebrek aan transparantie en verantwoording voedt de groeiende frustratie onder werknemers, zoals winkelmedewerkster Patricia Slijngaard, die de gevolgen van het uitblijven van de verhoging aan de lijve ondervindt. Terwijl de minister en het bedrijfsleven hun politieke spel spelen, staan werknemers in de kou. Sommige werkgevers tonen echter wel initiatief door uit eigen beweging het loon te verhogen, een gebaar dat de nalatigheid van de overheid benadrukt. Het is hoog tijd dat de regering haar beloftes nakomt en de belangen van de werknemers serieus neemt, in plaats van toe te geven aan de druk van het bedrijfsleven. Sport. Glore heeft Donovan Wisse op 8 februari uitgeroepen tot Fighter of the Year voor zijn indrukwekkende prestaties in 2023. Wisse, ook bekend als de Dream Chaser, heeft zijn middengewichtstitel succesvol 3 keer verdedigd, waarmee hij zijn uitmuntende vaardigheden heeft laten zien in het Glory Kickboxing circuit. Wisse bevond zich in goed gezelschap, met mededingers zoals Tiani Bestati uit Marokko en Andy Semelier uit Curaçao, die ook een sterk jaar achter de rug hadden met respectievelijk 2 en 3 succesvolle titelverdedigingen. Echter, het was uiteindelijk de onberispelijke staat van dienst van Wisse, met een indrukwekkend 10-1 record als glorievechter en een ongeslagen reeks van 9 gevechten sinds zijn enige nederlaag in december 2018, die hem de titel opleverde. Hierna landt die Coransi News in Sranan Tongo. Prettig weekend en tot morgen. Lispetjordi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Communicatiedienst Suriname. A ministeria fu scora versi sabidensi nanga kulturu makandra nanga telesur seti wang projekti fu test luku tapson skoro fa internet fu soso e waka sobung de skoro disi sa abi internet fu soso. Dawe taki abara FOS sobung biji skoro. A Beijing fu a proyekti disi na presidenti Chandrika Prasad Santokhi trapu na fosibal atapu a Henry Hassan Khan skolegemeenskap na Lelydorp Koffiejompo Sobung. Skoro info prenspari tewe taki abra fa fu nochisi sawekari heart and fat sikte sobung ati problema sukuru hei brudu nangalade so tordati. So ministri Ramadin fu gosonta versi etaki. Oktu na deskoro den info disi samufenden pasi tewetaki abradentori disi. So ataki kraka a proyekti di wekar hat inichatif di wea o grontapu gosontu orga e woroko nentapu nono de. Fusorgu taki uno chisde sikidati en efu chisden mos ma woroko tapuan bun fasi nanga deng fu mekis matang gosontu. Afariari fu presidenti Chandrika Prasad Santokhi
tapu atap 4 februari di sade nanga wang koiri wang wandel loop sobung. Awaka di sebe abi atema fusorgu taki sma libigosontu nanga luku fa funo chisi sukur sichi nanga desotuan dati. Ma oktu fu porem chinso borom chinfatu. Lespetiori dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname.